Dag allemaal, ik ben Michaïra. Welkom bij mijn kanaal en vandaag gaan we natuurlijk kroeshaar ontdekken. Je kan heel veel kanten op met natuurlijk kroeshaar. Wat je vaak ziet is dat de basis van die verschillende stijlen een twist is, een vlecht, een flat twist of een doorvlecht. Het is dus handig of in ieder geval in mijn ogen belangrijk om die basistechnieken goed onder de knie te krijgen, zodat je echt alle kanten op kunt gaan met je haar. Daar gaan we het in deze video over hebben, of in ieder geval ik ga het je laten zien, zodat je die basistechnieken goed onder de knie krijgt om zoveel verschillende stijlen te kunnen doen. Neem als voorbeeld het kapsel wat ik nu heb. Ik heb een flat twist out gecombineerd met een doorvlecht. En alles wat nu los is, dat was dus eerst een flat twist en wat ik hier gevlochten heb is een doorvlecht. Nou, het ziet er leuk uit, het is in principe niet zo moeilijk, maar je moet wel weten hoe je het kunt doen. Dat laat ik je dus in deze video zien. Ik ga het delen in twee delen, dus zie dit maar als deel 1. En in deel 1 laat ik je zien hoe je kunt vlechten, dus hoe je een basisvlecht doet en een basistwist. En in de volgende deel laat ik je zien hoe je een flat twist kan doen en een doorvlecht. Mijn assistente van vandaag zal zijn Naomi. Dit is Naomi. Kijk, Naomi. En ik ga haar haren dus vlechten en twisten. En ja, laten we maar gaan beginnen. Ik begin eerst met de vlecht. Voor een vlecht verdeel je het stukje haar dat je wilt vlechten in 3 plukken. Probeer de plukken ongeveer even dik te maken, dat geeft het mooiste resultaat. Houd de plukken haar zo goed mogelijk vast. En let erop dat je de plukken haar altijd los of apart van elkaar houdt. Hiervoor kan je het beste elke pluk met 1 of 2 vingers vasthouden, zoals ik hier doe. Bij het vlechten volg je altijd een patroon. Het patroon is dat om en om de buitenste pluk haar over de middelste pluk haar gaat. En dat blijf je dan herhalen totdat je vlecht klaar is. Ik begin met de rechtse buitenste pluk en dat haal ik over de middelste pluk. Ik hou het goed vast in het midden en dan pak ik de linker buitenste pluk en die haal ik dan weer over de middelste pluk. Nu weer de rechter buitenste pluk over het middelste pluk en dan de linker buitenste pluk over de middelste pluk. En dan nog een keer, de rechter buitenste pluk over het middenste pluk. En dan de linker buitenste pluk over de middenste pluk. En dat is het patroon. Dit blijf je dan herhalen totdat je bij de haarpunten komt. Mocht je op een punt komen tijdens het vlechten dat je merkt dat de ene pluk haar wat korter of wat dunner is dan de andere plukken, dan kan je een stukje haar lenen van een dichtstbijzijnde pluk haar. Het haar dat je dan leent, voeg je toe aan het pluk haar dat je net wat langer of net wat voller wilt maken. En dan ga je verder met vlechten. Persoonlijk probeer ik zo min mogelijk haren te lenen. Als het niet hoeft, doe ik het liever niet. Wanneer je bijna bij de punt bent en je niet meer kunt vlechten, draai je de punt. Je vlecht blijft dan op deze manier zitten. Mocht je gladder haar hebben dan natuurlijk kroeshaar, dan kun je het beste een elastiekje om de punt van de vlecht draaien. Dan gaat je vlecht niet los.
Zo ziet de vlecht eruit nu het klaar is. Op deze manier maak je de vlecht weer los. Je kan je vingers gebruiken of je kan een kam gebruiken. Dit geldt ook voor een twist. Maar let op, als je haren leent tijdens het vlechten, kan dat het losmaken wat moeilijker maken. Je kan dan minder soepel je vlecht losmaken. En een gevolg van lenen kan ook zijn dat je vlecht of je twist er later oneven uit gaat zien. Nu de twist. Bij een twist gebruik je 2 plukken haar in plaats van 3 plukken haar. Ook bij een twist volg je een patroon. De ene pluk haar haal je over de andere pluk haar heen. Dus je kunt het ook zo zeggen, de rechter pluk haar haal je over de linker pluk haar. En dat blijf je dan steeds herhalen. Je begint met de rechter pluk en die haal je over de linker pluk haar heen. Blijf het stevig vasthouden en dan haal je weer de rechter pluk haar over de linker pluk haar heen. En dan doe je het weer, de rechter pluk haar over de linker pluk haar. Blijf de twist goed vasthouden, want anders kan het sneller losgaan. Dit blijf je herhalen totdat je bij de punt van je twist komt. Dan draai je de punt om je vinger en je bent klaar. Een kleine kanttekening. De haren van Naomi zijn niet echt kroes. Ze heeft best glad haar. Daardoor kan de vlecht of twist eerder losraken of niet goed blijven zitten. Met natuurlijk kroeshaar heb je dit probleem bijna niet. Zo ziet de twist eruit wanneer je klaar bent. Maak je geen zorgen dat het iets losser gaat nadat je de twist loslaat. Dat gebeurt altijd. Niet alleen bij Naomi's gladde haren, maar ook bij natuurlijk kloeshaar. Het wordt dan net iets losser. Nu laat ik je een andere manier zien om te twisten. Ik noem het de touwtwist en dat komt doordat de twist wat weg heeft van een gedraaide touw. Ik gebruik meestal deze variant van een twist omdat dat mij net wat meer definitie geeft en de twist ook wat strakker blijft zitten. Bij de touwtwist volg je hetzelfde patroon als de normale twist. Maar net voordat je de plukhaar over de andere plukhaar haalt, draai je de pluk over je vinger. Je draait als het ware dus eerst de pluk om zichzelf of om de as en dan haal je het over de andere plukhaar. Als je goed kijkt, zie je wat ik bedoel. Dus eerst de rechter pluk en die draai ik om mijn vinger en daarna haal ik het pas over de linker pluk haar heen. En nu weer. Dus eerst de rechter pluk en die draai ik om mijn vinger. En daarna haal ik die over de linker pluk haar heen. Draai en dan eroverheen. Draai en dan eroverheen. Draai en dan eroverheen. En dat is het. Dit blijf je dan herhalen totdat je weer bij de punt komt. En daarna draai je de punt weer om je vinger en klaar ben je. Mocht het vlechten of het twisten net iets te snel zijn gegaan, voel je vrij om terug te spoelen zodat je een beter beeld krijgt van hoe je kunt vlechten en hoe je kunt twisten.
Zo ziet de touwtwist eruit wanneer je klaar bent. Zo ziet de vlecht, de twist en de touwtwist eruit. Nu weet je hoe je kunt vlechten en hoe je kunt twisten. En vergeet niet, het is een kwestie van blijven proberen. Hoe vaker je doet, hoe beter je erin wordt. En dan is geen enkel haarstijl te moeilijk voor jou. En misschien word je wel zelfs een pro. Blijf oefenen. Laat me hieronder in het opmerkingenveld weten of je er zelf ook iets aan hebt gehad. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. En als je dit soort video's leuk vindt of in ieder geval interessant vindt om naar te kijken, abonneer op mijn kanaal, zodat je geen enkele video mist. En dan zie ik je een volgende keer.